Welkom bij deel 22 van de Maas-Moezel-Rijnroute. Ja, vandaag gaan we van Pagny-sur-Meuse naar Toul. Een hele mooie vaartocht. Natuurlijk hebben we nog wat plantjes te goed. Verrassende elementen in deze aflevering. Want waarom blijven wij 8 dagen in Toul? 12 sluizen krijgen we vandaag. Dat brengt het totaal al op 219. Het zijn er heel wat. We zien veel. Een prachtige aanlegplek. Weet je veel planten? Ja. Daar moeten ze nog wel wat aan doen. Min in de geul blijven, heb je er het minst last van. Dan krijgen we een smal bruggetje. En het vaartje wordt al smaller. Ja, de kenners weten het al. Die zien de lamp aan rechts. Dan krijgen we weer een tunneltje. Ja, niet zo heel erg lang. Maar toch, altijd goed geconcentreerd blijven. De Robea voorop, de parel erachteraan. Kanaal Fougest, zo heet deze tunnel. ...856 meter lang. Ruim 5 meter breed. Het past. Natuurlijk. Redelijk verlicht. Maar een aanbeveling. Zet een goede straler op het dak. Met 5 km per uur kan je een rustig gangetje door de tunnel gaan. Het roer recht houden. Een aanbeveling. Zijn we er alweer bijna uit. Weer een ervaring rijker. We zouden deze trip maar een paar tunneltjes krijgen. Maar door de omleiding hebben we al heel wat kilometers door tunnels gevaren. En dan kom je eruit. Kijk. De plantengroei is enorm dik. We wurmen ons er weer door. Naar de eerste volgende sluis. Hier ligt nog heel wat opruimwerkzaamheden. We hebben de boten gezien die het kunnen doen. Een sluis, 7 meter naar beneden. Dat is gelijk al een hele eind. We krijgen er nog een aantal. Met een vrije val naar beneden. Lijkt wel. Tussen de 4 en de 7 meter. Zo gaan we naartoe. Thank you.
Komen we aan in Toel. Hier het station van Toel. Vaart het laatste sluisje uit en gelijk heb je de jachthaven. De jachthaven waar we langer zouden blijven dan we hadden bedacht. We werden opgewacht. De Robea en de Parel zoeken hun plek en die vonden we. Mooi aan het hout in het park. Voor 8 dagen. De oorzaak? De sluis Fontenay was dicht. En het duurde 8 dagen voordat die weer open ging. Geen straf. De reis was al vermoeiend, dus een paar dagen rust is heel prettig.
En als je daar zo lang ligt, dan mag natuurlijk een bezoek aan de stad en de kathedraal niet missen. Toel, een heel rustgevende stad. Schoon, dat is het eerste wat je opvalt. Keurig geregeld. Alles netjes. Thank you.
en dan met de Rabea op stap. Voor de Rabea een bijzondere dag. We gaan naar de werf. Onderweg is de boegschroef stuk gegaan. Ja, zonder is in sommige plekken wel erg lastig. Dus het besluit was genomen. De Rabea moest het water uit. De boegschroef kan alleen aan de buitenkant vervangen worden. Dan moet hij even bedrogen. Het was een gepriegel, maar de schroef zat er snel in. Dan mag ze weer zwemmen met de nieuwe boegschroef. Helemaal blij. De Rabea is weer klaar voor het vervolg van de reis. Maar eerst nog even terug naar de jachthaven. We moesten nog een paar dagen wachten. Want de fontanijsluis was nog steeds dicht. Niet dat het heel erg is, want je kan ook andere dingen gaan doen. Want de volgende morgen gingen deze drie naar Nancy. Ligt niet naast de deur, dus dan pak je de trein. En hebben zij genoten van de tour door Nancy. Zelf bleef ik aan boord. Ik mocht op de hondjes passen.
inmiddels weer terug op het station toe. De avond viel. Ze waren moe. Een stukje moezel in toe. Op onderzoek dus. Want de dag ging aanbreken dat we weer weg mochten uit toe. We hebben een mooi verblijf gehad. Als je de moezel zo ziet stromen, denk je, ja, we gaan weer een rivier op. We zijn inmiddels weer aan het einde gekomen van deze lange aflevering, deel 22. Een lang verblijf in Tool. Hopen dat u ook heeft genoten van deze film. Vergeet ons niet te liken of abonneer op ons kanaal. Dank, want vanaf de volgende aflevering zitten we op de moezel.